Goedemiddag iedereen, welkom bij het YouTube kanaal Mini Creates or Painting. Vandaag gaan we weer iets nieuws maken. Yay! Hallo! اليوم نسوي لكم كيكة كلش سهلة وطعمها كلش طيبة وطبعا هاي بهولندا دائما موجودة من عندها اطيب كيكة هي كيكة الكاستر او كيكة الفلا طريقة العمل مالتها We gaan beginnen en deze taart wordt heel vaak gegeten in ons land, dus Nederland. طحين نحتاج بلوم كاستر بيل Een eitje. Suiker. Suiker. En vanille. En wat vanille suiker. En zet straks melk ook. En we gaan ook straks melk gebruiken. Oké. Wat gaat er aan met? We gaan beginnen. Ik ga nu ongeveer 200 gram bloem hierin doen. Met 200 gram tahin. Als je dit doet, is het aanraden om een kommetje onder te doen. Het is niet erg als je wat gaat knoeien. Ga je al vanille? Ik ga wat vanillepoeder erbij doen. Of suiker, sorry. Oh ja, als je meer van mij wilt zien, kijk dan bij Lina Springs. Let maar laag. Mijn laag in suiker. Twee eetlepels suiker. Okay. Dan gaan we hier beren. Dan gaan we een eitje bij doen. Dan gaan we hier een zibet meter gram. 100 gram. 100 gram boter. Maar een zibet verhaalt de gorf. Maar dat moet kamertemperatuur zijn. Ja. Wordt het wat meer beter. Is dat kulla nakhbta? Nu gaan we het allemaal roeren. Kan met hand eigenlijk. Kan met hand. Wil jij het doen? Oké. Ga je weer melk? Ga je meer melk? Zout ook bij. Doe ook wat zout bij. We gaan dit erin doen. Dan moet je 3 glazen melk doen en dit hebben we al gedaan. Dit. Twee. Dan gaan we weer het bier. Een eitje erbij. Let maar aan de kaster qua. 3 grote eetlepels custard. Custard. 2 3 نخلي شكر ويا 3
En doe je 3 eetlepels suiker. 2. Curry. Dat is dan groppen. Zien. Dan gaan we het heel goed groppen. Dat is dan gaan. Nu gaan we het op een vuurtje zetten. Wat gaan jullie ervan doen? Dan doen we erbij vanille. En dan in hakken. En we moeten blijven koeren. Ja, niet zo hard schijn. Tot en met die heel erg dik wordt. Schijn. Kijk het verschil. De net is heel dun en nu is het best wel dik. Het vuur staat nu ook uit. Wat is dan gelie? Nu gaan we het erop doen. طريقه نحط الار 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 لاتر طبعا 150 زبد بارد لازم يكون بارد من الثلاجه het moet koud zijn van de koelkast 150 gram en dit 150 gram we gaan lille طحين 200 gram we gaan bloem bij doen 200 gram ويا ملعقتين كبار شكر 2 grote eetlepels kristalsuiker Hij 2 grote eetlepels suiker doen. 150 zout. 150 gram boter die koud is. Ja. Of 200 gram. Nee, 150. Oh, 150, toch het onthouden. Je denkt, hé, waarom gaat het zo makkelijk? Wij hebben een botermes. Hihihi. Wat heet je? Het moet zo zijn. Laat je het erop brokkelen. Oké, zo ziet het er dus uit. Dus dan ga je het bilveren. Aan de درجة حرارة 180 200. Muddet 35 dagen. Nu gaan we het in de oven doen voor... 180. Nee, voor... Ah! Ah, maar kijk. We gaan het in de oven doen voor 180 graden. En voor 35 minuten. 35 minuten. Eindresultaat mooi hè? هاي النتيجة أتمنى تعجبكم جربوها واشتركوا بقناتنا تنسون كلش طعمها طيب. Als je nog niet hebt gedaan, abonneer nu. Nu. Een stukje snijden. Vind je hem er niet mooi uitzien? جربوها هاي فانتش كبيرتي اشتركوا بقناتنا انخم نيره